before the next teardrop falls. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Mexicaans sfeertje. We hadden geen accordeon, maar in zo'n keyboard daar zitten heel veel geluidjes in. Dat is toch wel handig om zo'n ding bij de hand te hebben. We gaan, dames en heren, naar Bakersfield. En Bakersfield is een stadje in de staat Californië. En daar had je twee artiesten die een nieuwe sound creëerden. Dat noemden ze de Bakersfield Sound. Het was net een beetje minder gepolijst dan wat men in Nashville deed. En je had Buck Owens natuurlijk. Gisteren heeft u misschien de Buck Owens Revival Band gezien. Dat is een hele erg leuke band die oude Buck Owens nummers speelt. En je had Merle Haggard. En Merle Haggard is, ze noemen hem wel de dichter van de werkende mens. Omdat hij allemaal prachtige liedjes schrijft over de gewone man. Hij is zelf ook van een hele eenvoudige kom af. En daarom hebben we een mooi liedje dat heet Working Man's Blues. It's a big job getting by for 9 weeks in a while, but I've been a working man nearly all my life. I've been working as long as my two hands are fed to you. I drink my beer and tell you, sing a little bit of these working man blues. Hard every day, make it a little time on the weekend. After I've done my pay, but I'll be back working. Come on the morning, I'm right back with the crew. I drink my beer, tell my rule, sing a little bit of these working man blues. Brand new pair of shoes.
sound of you without the bad work. As long as my two hands are fed to use, I'm training my inner temper, saying a little bit of these words came and broke.